Goedemiddag allemaal, leuk dat jullie kijken naar Aan de Bar Met. Mijn naam is Luc Heese, ik ben jullie virtuele barman. Kom er lekker bij zitten als je vragen hebt, stel ze in de chat. Want ik heb een heel interessante gast vandaag en dat is Hafid Balafki. Hij is hoofd van de onderzoeksgroep Arbeid in Transitie. Doet verschillende onderzoeken en die gaan allemaal over nieuwe manieren van werken. Werken in de toekomst, ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en welke gevolgen die dan weer voor organisaties hebben. En het onderzoek waar we het vandaag speciaal over gaan hebben, want we hebben maar een half uur, richt zich op paspoort voor vaardigheden. Naast je cv, waar dan op staat wat voor baan je al hebt gedaan, onderzoekt Hafid of een paspoort voor skills op het gebied van werk een goed idee zou zijn. Hafid, welkom. Dankjewel. Welkom in de virtuele bar. Ja, helaas wel. Zit je er lekker bij? Ja, het is helaas virtueel. Ja. Als het goed is, heb je een drankje gekregen, dus geniet daarvan. Heel goed. Wij kennen natuurlijk het cv, waar je gewoon diploma's op zet, waar je opzet wat je gedaan hebt, waar je gewerkt hebt, wat je gestudeerd hebt. Maar jij onderzoekt nu een skillspaspoort. Waarom? Ja, nou, we onderzoeken een skillspaspoort. Het is ontstaan vanwege de zogenaamde mismatch die er zou zijn op de arbeidsmarkt. En ik zeg het goed, die er zou zijn op de arbeidsmarkt. Zodra de economie aantrekt, dan ontstaat bij werkgevers altijd het idee dat er een mismatch is. Nou, is er deels wel een mismatch, maar er is heel veel over te zeggen. Nou ja, in de vorige crisis dachten we van, nou ja, laten we daar iets aan gaan doen. En middels een skillspaspoort in plaats van te werven op competentie of op diploma's. Wat, ja, denk ik 90% van de werkgevers doen, te werven op competenties. En toen dachten we, joh, laten we dan experimenteren met zo'n skillspaspoort en kijken of dat iets is. Zo is het idee. Ja. Wat is dan de mismatch nu? Nou ja, dat is een hele goede vraag. Over wat voor mismatch hebben we het nu eigenlijk? We doen alsof het altijd één ding is. Maar een geografische mismatch is ook een mismatch. Met andere woorden, er kan werk zijn in Groningen, maar niet in Zeeland. Ja. Ik bedoel, over welke soort mismatch hebben we het nu en waar gaat het de werkgevers om? Kijk, als je iemand niet kan vinden, wil niet zeggen dat iemand er niet is. En die discussie gaat over weer. En dus in welke mate er een skills mismatch is, dat is echt te bevragen. We weten ook dat werkgevers niet altijd heel duidelijk hebben wat voor competenties ze zoeken. En dat maakt eigenlijk het lastig om daar een eenduidig antwoord op te geven. Wat we wel merken is, zodra werkgevers zien dat je bepaalde competenties hebt, eerder geneigd zijn om iemand aan te nemen als ze iemand anders kunnen vinden die in de beleving van een werkgever dan beter past. Dus op basis van een diploma bijvoorbeeld. En dat merken we nu al. Vandaag in het stukje in het NRC al verschenen dat werkgevers nu al moeite hebben met het vinden van personeel. Dan denk ik, wat moet er straks nog gezegd worden als we voorbij deze crisis zijn en iedereen en alles gaat weer keihard aan de slag? Ja, dan vraag ik me af wat sommige sectoren gaan doen dan. Ja. En die zijn er wel aangewezen op, ja, een andere vormen van werving en selectie, waarvan natuurlijk het skillspaspoort misschien een oplossing is. Ja, dus eigenlijk de situatie in grote lijnen is, ja, werkgevers kunnen niet het geschikte personeel vinden, denken ze in ieder geval. Hè? Ja. Dat, zo ervaren ze het nu. En daarom is het onderzoek gestart, is dan jezelf presenteren op basis van wat je kunt, een betere manier om die aansluiting te maken. Ja, ja. Dus op basis van de competenties die je verworven hebt door school trajecten te volgen, door opleidingen te volgen, maar ook gewoon in het werk zelf, bouw je natuurlijk allemaal competenties op en ervaring op. Ja, die komen in een cv niet altijd goed uit de verf. Want werkgevers halen altijd het zijn indicaties die in een cv staan. Wat zegt nou een diploma bedrijfskunde als je van de opleiding afkomt? Wat voor signaal koppelt een werkgever daaraan vast? Die zijn natuurlijk allemaal competenties. En we weten natuurlijk ook dat iedereen die van school afkomt met hetzelfde diploma toch andere competenties heeft. Ze hebben ongeveer wel een beetje dezelfde kerncompetenties, maar het niveau en het verschilt daar heel erg in. Dus ja, maar toch slaan ze het aan als één geheel. Het is één duidelijk signaal voor een werkgever. Nou ja, als je dat op zou splitsen en je zou zeggen van, joh, ik heb wel bijvoorbeeld bedrijfskunde gedaan, maar ik ben goed in A. En iemand zegt, ik ben goed in B, dan heb je toch al een verschil, terwijl je hetzelfde diploma hebt. Hmm. Nou, je geeft eigenlijk werkgevers iets meer informatie, waardoor ze beter kunnen selecteren. En meer mogelijkheden zien. Zo moet je het eigenlijk een beetje proberen te zien. Maar het is geen. Het is een goed idee. Er zit een goede filosofie onder. Mm-hmm. Maar er zitten heel veel haken en ogen aan. Het paspoort is daar niet. Het idee is, daar kan je bijna niet tegen zijn. Want ook in de economie, wie is er nou tegen een slechte match?
Was de wereld alleen maar, bestond de wereld maar alleen maar uit goede matches? Nou ja, denk maar ook in het sociale leven. Als je in één keer de goede vrienden tegenkomt, in één keer, nou ja, noem het dan maar op. Kinder, hè? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat je de goede persoon wegswijpt en de rest laat staan. Nee, ja. Dat zijn dus allemaal ideale matches, natuurlijk goud waard. Dus je kan er bijna niet tegen zijn. Maar het mechanisme wat erachter schuil gaat, ja, dat laat toch, het roept eigenlijk meer vraagtekens op. Zoals elk onderzoek doet eigenlijk. Je lost een heel klein beetje op, maar je voegt 20 vraagtekens toe. Ja. En dat is ook bij het skillspaspoort. Hoe ver ben je nu in dat onderzoek? We verwachten eind dit jaar daar een behoorlijke publicatie op te hebben. Dat onderzoek doen we met Saxion, TNO en De Han. Vanuit verschillende perspectieven bekijken we het. Vanuit werkgevers, werknemers en het onderwijs bekijken we het. Ja, het is een eerste grote onderzoek. We hebben natuurlijk al een voorstudie gedaan, om het zo maar te zeggen, binnen House of Skills. Is inmiddels ook al gepubliceerd. Er zijn ook al behoorlijke bevindingen uitgekomen. Het was een verkennend onderzoek en nu is er een groter onderzoek. En het komt hopelijk eind volgend jaar, laatste kwartaal van volgend jaar komt het uit. En dan moet er daar een goede discussie over komen, denk ik. Ja, en in welke vorm wordt dat dan gepubliceerd? Is dat een voorstel en zeg je, denk hier en hier en hier nog over na? Nou ja, kijk, de ideeën zijn er al. En het paspoort is, die paspoorten zijn er al. Dat is altijd de ontwikkeling. Je hebt de onderzoekers, die lopen er meestal, dan wordt dan iets bedacht in het veld en samen met onderzoekers. En dan loopt de ene partij, die schiet naar voren, dat zijn de ontwikkelaars. En de onderzoekers die zijn nog een beetje aan het kijken van, oké, maar wat voor effect heeft het bijvoorbeeld voor uitsluiting? En is het wel zo dat het helpt bij een selectie? En is het zo wel dat het, nou ja, en noem al de vragen maar op. Met andere woorden, dichten we daar wel de mismatch mee? Gebeurt dat wel? Heeft dat wel effect daarop, ja of nee? Nou, er zijn nog niet allemaal antwoorden op. We hebben wel experimenten gedaan op Schiphol. Mm-hmm. Met AWVN onder andere. Dat heeft toch geresulteerd tot leuke inzichten. Een van de inzichten is dat mensen die zo'n paspoort ingevuld hebben, het waren lager opgeleide mensen die de bagageafhandeling deden bij Schiphol. En die kwamen tot inzichten die ze normaal niet hadden. Ze wisten op een gegeven moment waar ze goed in waren en waar ze minder goed in waren. Dus bij een volgende sollicitatie zouden ze dat beter voor het voetlicht kunnen brengen. Zouden ze het mee kunnen nemen. Daarvoor was ook al het idee om het te laten lijken als of te koppelen aan een EVC-traject. Dus met andere woorden, als die competenties eenmaal in je paspoort staan, dat ze min of meer erkend zijn. En de werkgever ook kan zeggen, prima, dat is dan een erkende competentie. Kom maar bij ons. Ja, want dat vroeg ik me af als ik hier zo over praat. Hè. Ze hebben dat zelf ingevuld. Bij een diploma weet je natuurlijk heel duidelijk, dan is er een autoriteit die zegt, je hebt aan een norm voldaan, dus je hebt deze competentie door dit diploma te ontvangen. Ja. Hoe is dat in het geval van dit skillspaspoort? Nou ja, Luc, dat is een van de kernvragen. We hebben eerste bevindingen uit onderzoek wijzen er al op dat het paspoort pas succesvol kan zijn op de arbeidsmarkt als werkgevers en werknemers daar gevalideerde skills in stoppen. Ja. Dus iemand, een onafhankelijk instituut, entiteit, moet die skills die daarin komen kunnen valideren of gevalideerd hebben. En anders kom je een beetje uit, niet beledigend bedoeld, maar een beetje uit op een LinkedIn-duimpjes en dat soort dingetjes. Ja, wat zegt dat op een gegeven moment? Hè? Ik bedoel, als iemand die net zo slecht is in Chinees als ik ben, mij daar een duimpje geeft, dan dat zegt dat nog steeds niks natuurlijk. Ja, precies. En dat kan ook nog natuurlijk met vrienden gebeurd zijn. Of je kunt zeggen van, ik geef jou een duimpje hier. Ja, geef mij een duimpje. En dus dat willen werkgevers ook niet. Hebben werkgevers zich echt over uitgesproken. Ze zeggen, als dat het is, dan heeft dat niet zoveel meerwaarde. Want daar kunnen we niet op varen. Nee. Nou ja, dat is ook natuurlijk een legitiem argument. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die denken, ja, waarom moet je het hele systeem veranderen? Je kunt toch ook op een cv gewoon goed doorvragen en dan haal je toch ook de competenties wel naar boven van iemand? Nou ja, daar zeg je iets. Hè. We weten uit onderzoek dat sommige competenties pas zichtbaar worden in het veld. Dus als je er eenmaal bij een werkgever bent, dat kan je niet uitvragen. Als je tegen mij zou zeggen, heb je die competentie? Ik zou er in een sollicitatiegesprek alles natuurlijk aan doen om het zo goed mogelijk over het licht te krijgen. Mm-hmm. Voor het licht te krijgen. Er is een bepaalde mate van jezelf beter voordoen dan je eigenlijk werkelijk bent in sollicitatiegesprekken. Dus dat haal je er niet 1, 2, 3 uit in een gesprek. Heel veel ervaren
HRM's zeggen van wel, je haalt er wel wat uit. Je kan doorvragen op een gegeven moment, dan weet je wel ongeveer hoe het een beetje zit. Maar hoe het exact zit, weet je niet. Terwijl als het gevalideerd is, heb je al iets meer vastigheid erop. Ja. En dan kan je daar een goed gesprek over voeren. En dat is wat werkgevers ook willen. Die zeggen, nou luister eens, als het daarin staat en iemand heeft het gevalideerd. Ja, dan wil ik daar best wel een goed gesprek over voeren. En misschien ook wat het meest bijzondere is dat werkgevers het paspoort niet zien als het ultieme selectie-matchingsding. Het is meer eigenlijk een tussenstap in het geheel. Ze willen ten alle tijde nog zelf de gesprekken voeren. En dat brengt eigenlijk wel een van de belangrijkste opmerkingen of kanttekeningen bij het skillspaspoort. Dat je eigenlijk de rationaliteit die erin bouwt vooraf, door te valideren, door met algoritmes te matchen en weet ik veel allemaal wat, dat haal je er zeg maar tijdens een sollicitatie haal je het er weer uit. Want dan heb je misschien 4-5 kandidaten die je dan weer met een minder objectief perspectief gaat beoordelen. Je zegt, nou, die klik is er wel en die klik is er niet. En we weten uit onderzoek dat heel veel hangt af van de klik. Ik heb zelfs onderzoek gedaan. Uit de 300 kandidaten blijven er een aantal over. En op de laatste kandidaten komt het echt aan op de klik. Terwijl de cv's, als je er naar kijkt, zijn wat mij betreft identiek. Niet echt significant anders. Wat bijvoorbeeld voor discriminatie zeer problematisch zou kunnen zijn? Dit zou wel eens twee kanten op kunnen werken. Het zou eens kunnen werken dat mensen wel over de wel mogen komen solliciteren. Hè? Dus dat je dat door een algoritme laat doen en dat zou kunnen. Maar in die end moet je toch nog dat gesprek voorbij. En we weten dat discriminatie bestaat uit verschillende facetten, maar een facet is dat het onbewust gebeurt. Ik bedoel, wij hebben alle twee een beetje kaal, dus ik denk, die lijkt op mij. Heb ik veel meer mee dan die mannen. Snap je? Dus zo werkt dat nou eenmaal. Mm-hmm. En het is dan niet bewuste discriminatie of keiharde discriminatie, maar gewoon onbewust, stiekem gebeurt dat. En dat sluit je ook niet uit met een paspoort. Dus het idee dat we daar sociale ongelijkheid mee oplossen, ik vraag het me af. Sterker nog, ik heb juist het idee dat het de andere kant op kan werken. Want als je weet dat zo'n paspoort je door een selectiepoort kan helpen, dan is het aan sommige mensen misschien wel gelegen om daar heel veel in te investeren. Dat zou ik ook doen. Als ik weet dat zo'n paspoort mij helpt naar een volgende baan, dan ga ik er natuurlijk alles op investeren om daar natuurlijk een nieuwe baan mee te krijgen. Mm-hmm. Met andere woorden, als ik het geld heb, dan kan ik dat. Heb ik het geld niet, dan kan ik mijn skillspaspoort niet oppoetsen. Ja, precies. Dus dat zou dan economische discriminatie zijn eigenlijk. Ja. Dus of dat nou oplost, dat zijn dus allemaal vragen, Luc, die blijven allemaal liggen. Dat moet allemaal een keer beantwoord worden. Ja. Maar het skillspaspoort in feite is er al. Er zijn verschillende initiatieven die al gestart zijn en die er al mee experimenteren. Ja. En dan vraagt in de chat Emma Douquet, mijn vraag voor Hafid. Zie jij het paspoort als een aanvulling op een cv of als een los item? En dus een vervanging, denk ik, lees ik er wel in. Ik zie het skillspaspoort als een punt op de horizon waar we heen zouden kunnen gaan. En voordat we daar zijn, hebben we nog heel veel stappen te gaan. Een van de belangrijkere dingen vind ik eigenlijk de filosofie die erachter zit. Mensen op een andere manier aanslaan, op een andere manier waarderen, dat is stap 1. Kijk, een paspoort blijft een tool. Daar kunnen we aan keren, daar kunnen we aan draaien, we kunnen het verbeteren, we kunnen het efficiënter maken. Maar in de end blijft het een tool. Het moet ons helpen om iets te doen. Terwijl de filosofie erachter, mensen proberen een eerlijke kans te geven en te waarderen op de competenties die ze hebben en kijken waar de potentie zit bij mensen, die filosofie, daar voel ik veel meer voor. En als werkgevers daar wat opener voor zouden staan, dan heb je, de stap naar het skillspaspoort is dan dichtbij. Maar door te zeggen, we nemen de tool en dat komt goed, dat lijkt mij niet zo. Dat is een beetje om een beeld te trekken, dat als je een niet kan timmeren, wel een hamer koopt en denkt van, hier ga ik alles mee oplossen. Terwijl ik denk van, jij zou toch eerst een beetje moeten leren timmeren en een beetje nadenken over hoe je timmeren aan gaat pakken in plaats van overal maar met die hamer proberen op te rammen. En daar neigt het soms wel heen in die discussie over het skillspaspoort. Dat het een oplossing is voor alle mismatchvormen die er zijn op de arbeidsmarkt. Dat lijkt me echt een stap te ver. En als ik het goed begrijp, dan is het ook vooral vanuit de werkgevers interessant. Of denk je dat het ook wel vanuit bijvoorbeeld vers afgestudeerde studenten wel dat het voor hen goed zou kunnen werken? We willen dus eigenlijk ook experimenten vanuit het onderwijs. Kijk, zo'n paspoort, er zit een assessment component in.
En die assessment component is interessant. Want studenten meegeven waar ze goed in zijn en waar ze niet goed in zijn of minder goed in zijn. En dat kan helpen. Het kan helpen in de ontwikkeling, maar het kan ook helpen in jezelf profileren. Want dan kan je zeggen, nou, hier ben ik wel goed in en daar ben ik wat minder goed in. Dus het kan studenten zicht geven op hun eigen competenties en de dingen waar ze misschien aan willen werken. Hmm. Vooral als je daar competenties aan toekent en dan vervolgens functies aan toekent, dan heb je een hele mooie stap. Want dan kan je zeggen, nou ja, wil je bijvoorbeeld piloot worden? Nou, dan weet je in ieder geval dat je die competenties moet hebben. En als je dat niet hebt, dan kan je eraan gaan werken. Of denk van, god, op die functie was ik nooit uitgekomen. Wat bijzonder, dat lijkt me ook wel wat om te doen. Nou, zo kom je wel tot meer inzichten. Het levert je meer informatie op, wat leidt meestal tot meer inzichten. Ja, en stel dat dit systeem ingevoerd gaat worden, wat betekent dat dan voor de opleidingen? Want ik kan me voorstellen dat je dan ook kunt zeggen, ik ga niet een hele 3-jarige opleiding volgen of 4-jarig. Ik ga alleen de 3 competenties me daarin in scholen die ik nog mis, om piloot te worden bijvoorbeeld. Ja, nee, kijk, het opdelen van die opleiding in kleine stukjes, dat micro-credentialing, die gedachte. Ja, ik zie het dan in de toekomst toch wel heen gaan. Met kleine modules, een opleiding bij elkaar sprokkelen, om het zo maar te zeggen. Dat zie ik wel gebeuren. Aangepast op hetgeen iemand wil bereiken in zijn leven of de functie of de taak die hij uit wil gaan voeren. Dat zie ik wel gebeuren. Maar ook daarvoor geldt, zover zijn we nog niet. Want we zitten nog steeds in een systeem. We komen altijd terug weer op hetgeen we nu kennen, omdat het systeem eromheen niet aangepast wordt. En ook geldt ook voor het onderwijs. We kunnen zeg maar wel het onderwijs bij ons aanpassen, maar als de werkgevers daar niet klaar voor zijn, ja, dat is leuk, maar die werkgever die wel dan toch het diploma hebben. En zodra die mindset bij die werkgevers niet verandert, ja, dan wordt het diploma toch hoger aangeslagen. Met andere woorden, als iemand aankomt met allemaal deelcertificaten, dan kijkt een werkgever daar toch waarschijnlijk nu nog heel anders naar dan iemand met een volledig diploma. Ja, dat is interessant. Terwijl het in theorie veel beter zou kunnen passen met die deelcertificaten dan met een algeheel diploma. Ja, ja. Interessant. Ja. Lucy Telintelo die vraagt in de chat, kun je competenties en functies altijd goed matchen? Mensen met verschillende competenties zouden eenzelfde functie goed kunnen vervullen. Ja, dus er zijn meerdere functieprofielen voor één te vervullen baan, zullen we maar zeggen. Dus kun je überhaupt goed matchen altijd? Nee, ik denk niet dat je... We hebben altijd de illusie van een goede match. Er zijn zoveel mooie papers over geschreven. Werkgevers gaan er altijd vanuit dat ze de meest productieve kandidaat selecteren. Maar dat weten we, dat is niet zo. Met andere woorden, je hebt de illusie van een goede match. En daar moet je als werkgever van uitgaan. En degene die dan bij je komt, meestal is er ook niet echt veel vergelijkingsmateriaal. Ja. En dan kijk maar naar binnen het onderwijs. We hebben ook docenten lopen in allerlei gradaties, in allerlei competenties. De ene is goed in het geven van een hoorcollege. De ander is goed in het begeleiden van studenten. Terwijl we allemaal eigenlijk docent zijn. Maar ieder heeft zo zijn kwaliteiten. Is dat erg? Nee. Maar bij het werven, en dat is misschien wel waar de vraag eigenlijk volgens mij over. Bij het werven zien we wel, we halen wel een docent binnen. Misschien met een hele kleine uitzondering dat je zegt, nou, ik wil iemand die heel goed kan begeleiden. Dat wordt dan misschien een keer gevraagd. Mm-hmm. Maar als je naar de vacatures kijkt van docent, zijn ze over het algemeen vrij, homogeen, vrij, bijna allemaal hetzelfde eigenlijk. Ja, wel interessant dat je zegt, de illusie van een goede match. Het is de illusie van een goede match. Ja, maar dat is toch zo. Je kan pas weten of een goede match hebt als je de 10, 20 hebt geprobeerd. Ja, op diezelfde functie. Op diezelfde functie, ja. Ja, wat natuurlijk niemand doet. Ja, dat doet niemand. Dat is heel kostbaar. Het gebeurt wel in traineeships. Ja, of in stages. Dan worden er 4, 5 studenten aangenomen. Hè, en die zeggen, nou, doe maar. Het is dan gewoon eigenlijk een selectieronde. Dan kijk je naar welke student of trainee past het beste bij die functie. Nou, dus het wordt wel gedaan, maar niet, het wordt niet massaal geprobeerd. Als er een nieuwe functie is, ja, dan ga je niet eerst 4, 5 mensen proberen voordat je er uiteindelijk eentje kiest. Want niemand had op je zitten wachten totdat je na een half jaar klaar bent met proeven. Nee, precies. Maar als je zegt het is de illusie van een goede match, moet je dan niet andere waarden daarin centraal stellen? Dus bijvoorbeeld gelijke kansen voor iedereen die zich opwerpt.
Nou ja, ik ben nog steeds op zoek naar organisaties waar ik bepaalde selectie-experimenten zou willen doen, die eigenlijk erop moeten wijzen dat heel veel van de dingen die we denken te doen, dat die eigenlijk volgens mij niet opgaan. De ideale match bijvoorbeeld. We weten dat open hiring bijvoorbeeld, dat is nu al, er zijn ook onderzoeken naar gedaan, voor bepaalde functies is het uitermate geschikt. Wat houdt het precies in? Nou, dat je gewoon eigenlijk dat mensen hun niet eigenlijk meer solliciteren, maar gewoon hun naam opschrijven. Dus misschien dat ze wel moeten voldoen aan een paar criteria. Maar die hebben meestal niet te maken met competenties, of die hebben meer te maken met van wat is je achtergrond en heb je geen vervelende dingen gedaan. Nou ja, en soms ook nog wel hoor, dan mag het ook wel als je dan zeg maar een verleden hebt in de criminele circuit, dan is dat geen punt. Mm. Dan schrijf je gewoon je naam op en dan zodra je aan de beurt bent, word je uitgenodigd om in feite te komen werken. Het is een ideaal manier om voor bepaalde functies, lijkt me dat hartstikke goed. Niet geschikt voor alle functies. Mensen roepen dan, ja, maar dat is niet geschikt voor piloot. Nee, dat is niet geschikt voor piloot. Het moet wel een onderscheid zijn tussen de zogenaamde gelicenseerde beroepen en ongelicenseerde beroepen. En waar denk je aan? Waar zou het goed kunnen werken? Nou ja, bijvoorbeeld bij heel veel beroepen waar eigenlijk een kwalificatie eigenlijk niet zoveel toedoet. En daar hebben we er toch heel veel van, hoor. Kijk, je hebt mensen die zijn fotolassers. Die hebben bepaalde certificaten moet je hebben, anders mag je dat niet doen. Mm-hmm. Maar een gewoon lasser of een allround timmerman, junior, die kan je meenemen en die kan je trainen. Dat gebeurt ook bij open hiring gebeurt het ook. Het is niet kom maar binnen en daar is een zaag en ga je gang. Nee, je wordt meegenomen, je wordt min of meer getraind. En dan ga je vervolgens anders mag. En het zou meer moeten. Dus ik zou eigenlijk meer mensen willen aanmoedigen tot alternatieve vormen van selectie, waarbij mensen gewoon gewaardeerd worden voor hetgeen ze kunnen. En soms moet je dan een functie ook gewoon aanpassen aan de mensen. En andere taken in een functie beleggen elders. Net het voorbeeld van docenten. Als je weet dat een docent goed is in college geven en de andere is goed in begeleiden van studenten, 1-op-1 begeleiding. Ja, waarom zou je dan diegene die goed is in college geven, die student dan laten begeleiden 1-op-1? Maak gebruik van de competenties in een team. En zet mensen in waar ze sterk op zijn. Klinkt als een heel mooi idee, maar het klinkt ook heel erg als een iets wat wij inefficiënt zouden noemen of ingewikkeld, moeilijk te meten. Het klinkt alsof het systeem daar totaal niet op ingericht is. Ja, maar dat zeg je al iets moois. Je zegt dat is moeilijk te meten. Yeah. En ik denk dat daar al de angel ligt, want het klinkt als een modelmanager, weet je wel. Je wil gewoon in een spreadsheet wil je gewoon vangen of het dan oké of niet oké is. Ik denk dat je dat ook gewoon los moet laten. Ik vind een heel belangrijk ding daarin vertrouwen. Vertrouwen dat mensen gewoon de taken doen die ze moeten doen. En we hebben dat wel geleerd in deze crisis volgens mij. Want voorheen was het vertrouwen niet. Hè? Heel veel mensen moesten aanwezig zijn op hun werk. Mm-hmm. Van 9 tot 5, 5 dagen in de week. En door de crisis, zijn er toch heel veel organisaties in één keer moesten ze zich wel gaan vertrouwen. Het klinkt raar. Moesten ze hun medewerkers wel gaan vertrouwen. Die mochten in één keer thuis gaan werken. En volgens mij, zover ik de onderzoeken nu volg, is de productiviteit niet gedaald. Dus wat hebben we al die tijd gedaan dan? Elkaar gek maken met spreadsheets of iemand productief of niet productief is. Ja. En nogmaals, het zal pas wel zijn dat iemand er kantjes rechts ervan afloopt, maar dat gebeurt normaal ook. Hè? Als ik in de HVA bij mijn eigen werkgever rondloop, bij ons rondloop. Ja, als ik daar. Ik kan ook een hele dag rondlopen, maar niks doen. Ja, dat zegt niks over aanwezigheid, zegt niks over productiviteit. En het idee van vertrouwen, dat concept vind ik toch wel heel belangrijk. Ja, dus echt grondig anders nadenken en ook dat die meetbaarheid loslaten. Ik weet dat het heel eng is, maar daarmee experimenteren is echt, het is volgens mij goud. En ik denk dat je er ook veel meer tot creatievere oplossingen komt en veel meer tot innovatieve ideeën komt om de organisatie en de mensen die eraan werken verder helpt, of je dienst of producten verder helpt. Ja, mooi. En verwacht je ook echt dat het gaat gebeuren? Of is dit een soort wens die gebaseerd op het laatste jaar tevoorschijn is gekomen? Nou ja, als je het hebt over de toekomst van arbeid, dat bestaat meestal uit twee delen. Een deel is het wensdeel. Waar zou je heen willen als samenleving? Waar wil je heen met die arbeidsmarkt? En ik zit nu even in dat deel. Daar zouden we heen moeten en zouden we heen willen gaan, wat mij betreft. Hè. Dus het zodanig proberen te ontwikkelen dat we in de toekomst gewoon kunnen zeggen, oké, het is een relatie op basis van vertrouwen. En je krijgt een taak en een doel en kijk maar hoe je het doet. En
als organisatie faciliteren we dat om het beste uit jou te halen, maar ook het beste voor de organisatie. En we weten ook uit andere experimenten, zodra je dat doet, dan mensen ook heel anders in de wedstrijd gaan staan, om het zo te zeggen. Ja. Ja. Mooi. We gaan even de diepte in. We zitten tenslotte in een bar, dus dan moeten we ook een beetje persoonlijke verhalen boven tafel krijgen. Maarten Hoogstein die vraagt, hoi Afid, welke skills zou bij jou persoonlijk in je skillpaspoort beter tot z'n recht komen dan in je cv nu? Dat is een hele goeie, Maarten. Welke skill zou beter tot zijn recht komen? Ja, daar heb ik 1, 2, 3 niet zo over nagedacht. Ik denk dat ik eerst een assessment nodig heb, Maarten, om dat naar boven te halen. Moet wel gevalideerd zijn, hebben we net gezegd. Ja. Om dat beter naar boven te halen. Nou ja, kijk, ik denk dat ik het netwerken misschien... Ik weet van mezelf dat ik op een andere manier netwerk. Dus het netwerken met mensen zou bij mij in een gewoon cv niet zo goed naar boven komen. Terwijl ik van mezelf weet, ik netwerk op een andere manier dan de meeste mensen doen. Wat is die andere manier? Lastig te omschrijven. Als ik denk dat ik iemand 1, 2, 3 nodig heb om een klus te klaren of daar iets leuks mee te doen in de zin van een opdracht of te brainstormen, dan is dat voor mij dan meestal met 2, 3 stappen voor ik daar ben. Ik kom er wel, maar het vraagt wel 2, 3 stappen om reden die ik dan misschien veilig vind of prettig vind om daar toch nog te komen. Terwijl anderen dat met veel directere manier... Ik heb collega's die hebben een hele directe manier van benaderen. Dus een andere vorm van netwerken. Ja. Je netwerkt allebei, maar allebei op een andere manier. Ja. En ik weet niet of het nou ene nou beter is dan het andere. Maar dat zou in ieder geval een competentie voor mij zijn... die denk ik beter aan het licht komt. En dan is de competentie diplomatie of zo. Hoe zou je dat formuleren? Dat is een hele goeie. Dat is aanraak je eigenlijk ook wel de essentie van een discussie die interessant is. Want zodra je competenties gaat mappen, om het zo maar te zeggen, dan kom je heel gauw in synoniemen. En op een gegeven moment dan, wat is dan precies het een en waar begint dan het een en waar eindigt het ander? En dat is heel lastig. Daar zijn we nog ook mee aan het worstelen. Er zijn heel veel instituten mee bezig. Ik weet dat TNO er nu mee bezig is om zo'n skills ontologie te maken. Ja, dat is heel lastig. Want sommige woorden zijn synoniem en die vallen in één keer in een andere categorie. En dat vraagt heel veel denkwerk. En bedoelen we dan, als we het dan hebben bijvoorbeeld over sociale vaardigheden, bedoelen we dan altijd wel hetzelfde. Ja. En als je die sociale vaardigheden nog kleiner maakt, dan nog zit er overlap in. Wat bedoel je dan precies? Is sociale vaardigheid dat ik met jou normaal om kan gaan, of is het dat ik gewoon kan communiceren en verstaanbaar kan maken? Of, en daar komt die, heb je voor dat omgaan met mensen, is het dan vereist dat je dan goed kan communiceren? Dat soort relaties zijn er dan allemaal. En daaruit komen is heel lastig. Dus ook daar in die ontwikkeling van die competenties en skills en hoe we dat precies gaan mappen en waar het dan precies invalt en welke gradatie we daarin hebben. Schrijfvaardigheid, dat hebben we dan toevallig wel netjes opgedeeld in niveaus. En dat kunnen we redelijk goed. Maar er zijn zo'n sociale vaardigheden. Ja, die kan je niet opdelen, heel makkelijk opdelen in niveaus. Nee. En wat bedoel je dan? Stel je dan voor dat ik zeg, ik ben goed in... Mijn sociale vaardigheden zijn goed. Wat zeg ik dan precies? En wat is dan precies dat goed dan? En is dat goed voor mij hetzelfde als dat goed van iemand in een andere bedrijfstak, in een ander beroep, die helemaal niet hoeft te communiceren? Zeg het maar. Heel lastig. Heel gemeenschappelijke taal moet nog gevonden worden en gemeenschappelijke criteria die je eraan kunt hangen. Ja, op een zodanige manier dat het allemaal niet door elkaar gaat lopen. Ja. Want anders zijn we weer terug bij af, zijn we waar we nu zijn. Hè? Ja, want dan moet je wel gaan aggregeren. En als dat, dan raken we alsnog de draad kwijt. Ja. Ja. Laatste vraag, Lucie Kerstens, die zegt, dat grafiet betekent het vertrouwen hebben in medewerkers. Betekent het vertrouwen hebben in dat medewerkers het beste uit zichzelf halen voor de werkgever en zichzelf, dat we de functieprofielen ook los kunnen laten? Nou ja, dat vind ik, ja, ik, ja, dat zou het, ja, het is wel een mooie. Kijk, als je zegt, je kan kiezen voor een hele ruime functiebeschrijving, maar
Het vertrouwen betekent voor mij inderdaad dat je voor zowel de werkgever als de werknemer, mm-hmm. dat je daar ook gelijk in bent. Dus dat het beste voor de werkgever ook het beste is voor de werknemer. Dat je dat probeert te evenaren. En niet dat alleen maar wordt gekozen voor het beste voor de werknemer of voor de werkgever. Het loslaten van die functieprofielen, ja, het zou in feite kunnen. Het zij wel dat we dan, en dan is het in die discussies natuurlijk ook gaan in het skillspaspoort, dat je natuurlijk tegen heel veel juridische kaders aanloopt. Ja, want onze functies bijvoorbeeld in het onderwijs zijn vastgelegd in cao's. Ja. Nou ja, als je die zeg maar eruit trekt, dan heb je toch een juridische discussie. Maar het vertrouwen, even los van die functies en die kan je, dat kan je volgens mij ook gewoon, daar kan je ook gewoon vanaf blijven wat mij betreft, hoor. Maar dat je gewoon het vertrouwen voorop stelt, dat zou al een goed begin zijn. En het vertrouwen betekent dat je met elkaar daar gewoon over praat en daar handen en voeten aan probeert te geven. En misschien is dat per functie of misschien wel gewoon met je leidinggevende. Dat je zegt, nou, dit is wat ik dit jaar ga doen en zo denk ik erover. Daar wil ik me op ontwikkelen en dit ga ik doen voor de organisatie. En dan zit het zo en vast. En daar elkaar een beetje proberen bij te helpen. Zowel de organisatie als de medewerker. Ik zie ineens allemaal parallellen met wat er in Den Haag gebeurt over het regeerakkoord. Hè? Dat je niet alles helemaal dicht timmert in grote contracten, nee. Maar dat je zegt, in hoofdlijnen zijn we dit van plan. Hier zijn we het opeens. En de rest gaan we gaandeweg invullen. Nee, dat klopt. Het is inderdaad een mooie parallel. Hoe meer je vastlegt, hoe strakker het keurslijf wordt. En dan kom je toch weer uit op dat modelmanagement. Als je maar in het vakje past. Terwijl ik denk, laten we dat alsjeblieft loslaten. Laat dat wat opener. En maak gewoon afspraken van jaar tot jaar. En kijk dan hoe het gaat. Meer over je onderzoek kunnen we lezen aan het eind van het jaar ongeveer, zei je. Hè? Dan moet het zo'n beetje gepubliceerd zijn. Ja, het skillspaspoort, het grote project is aan het eind van het jaar klaar. Er komt een grote bijeenkomst, organiseren we erover met prominente sprekers uit het veld, uit de praktijk. Maar ook een paar mensen uit van de SER en weet ik. Een andere grote organisatie dan iets komen zeggen over dat paspoort. En het lijkt me een leuke discussie, want ja, het is eigenlijk een start van een idee. En ja, misschien spreken we elkaar over een jaar of 10. En dan ben ik benieuwd hoe het zich ontwikkeld heeft. Daar ben ik echt heel nieuwsgierig naar. Ja, super. Dankjewel. Ik lees nog even voor dat Maaike Boots in de chat zegt misschien dat intercultural readiness daar iets bij kan betekenen. Ik ken die term zelf niet, maar er staat een website bij interculturalreadiness.com. Voor iedereen die het interessant vindt, die kan dat gaan lezen. En Thijs Havenkamp zegt heel veel dank, Afid en Floor. Want die vond het echt interessant. En daar sluit ik me bij aan. Dankjewel, Afid, voor je... Graag gedaan. Jullie bedankt. Succes. Dankjewel. En dan zeg ik tegen jou dat dit aan de bar met was voor vandaag. Leuk dat je hebt gekeken. De volgende is op 8 juni. En dan spreek ik met Niek Rijnsburger. Hij is student product en digitaal ontwerp aan de HVA. En medeoprichter van Yard Indoor Farming. Wat betekent dat je thuis je eigen groenten kweekt en ook nog binnen. Dus dat op 8 juni. Heel graag tot de volgende Bouwmet en een hele fijne avond. Doeg!